Dan gaan we naar de ontknoping van de Toto. Dan gebeurde toch wel een spectaculaire les. Ja, verschrikkelijk. Mijn wereld is ingestort. Ja, dat kan ik. Staat het hele jaar bovenaan. Ja. Heeft hij nog die heeft Utrecht Feyenoord 1-2. Wimpy. Ja, het grappige was, je had eerst bij Valent en Driessen laatst. Die had wat voor jou voorspeld. Die had je ook 500 of 700 euro bezorgd. En nou Wimpy. En nou Wimpy, wat is de stand van vrijdag? Nou ja, daar leek Johan toch magistraal op de overwinning af te gaan. Ja. Ruim 200 euro voorsprong volgens mij, als ik dat zo zie. Toen gebeurde er dit. Ja. Ik hoopte nog lange tijd op 2-2, dat zat er ook wel in. Maar het werd 1-2 uiteindelijk. Dus, er zat van alles in. Ja, eigenlijk kon het alle kanten opgaan. Bizar, man. En jij krijgt ook nog een bonus bij. Nee, want je hebt er nu 800 euro, 881 euro bij gekregen. Dus je staat bovenaan. Plus die bonus. 1400. Ja. Bijna 4000 euro. Ja, dat is ongelooflijk als je dat zo ziet allemaal. Dat is echt heel veel geld. 3937,80 euro. Moet je hem gelijk weggeven? Nou ja, ik denk even kijken waar de mensen zitten. Van, waar gaat hij naartoe, jongens? SV Heerenwaarde uit Gelderland. Hartstikke ja. Wie pakt hem aan? Ja. Man met zwarte trui. Wie pakt hem aan? En niet Gerard Joling. Hey, kom op, jongen. Kom erbij. Even dat geld... Hey. Goed, hè? Ja, bedankt, man. Helemaal goed, man. Super. Dan kan je godverdomme 10 duck-outs van plaatsen, volgens mij, of niet? Ik denk wel. Het gaat voor een duck-out. Ja. René, zou je hem even op de camera kunnen laten zien? Ja, tuurlijk. Thuis hem ook tuurlijk, even tuurlijk, bekijken. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, daar staat hij. Hé, hey, de Toto heeft dat gedaan, of niet? Nou ja, dat is Oh, dat is gesponsord. Oh, ja. Nu zie ik het ook staan, ja. Ja. Ze maar zitten voortaan liever op de bank dan dat ze in het veld staan, denk ik. Helemaal goed. Okay, bedankt. Hey, ik kom al langs in Heerenwaarde als binnenkort. Goed. Dan, ja, je bent altijd welkom. Ja. Ja. Is die palendansvereniging nog open daar? Lekker, man. Heerlijk. Lekker zijn zaak, hoor. Nou ja, wel een verrassing natuurlijk, toch? He? Hoe heet die ook alweer? De Le Baron, ja. Oh, Le Baron. Le Baron, ja, heel goed. Ja. Le Baron. Ja. Le Baron. En met de barones gaat het ook goed nog. Maar het is wel lullig voor dit moment. Ja, die klappen. Westerbroek zit daar, ja? Zonde, ja, die man met die... gaat die weer voor Gerard liggen waarschijnlijk, maar ik weet niet of hij nog durft. Ja, durf je nog of niet? Ga maar lekker op je knietjes, hoor, jongen. Wat een tegenvallen dit natuurlijk. Nee, de man naast je moet je nu hebben daar. Ja. Ja, dat is jammer, helaas. Maar hoe hebben jullie dit weekend zitten kijken dan? Zo met het idee van het kan niet meer misgaan of in grote paniek? Nou, we zaten... ik heb geen vingers meer over, eerlijk gezegd. Ik had nagel bijten en doodspannend natuurlijk. Wat had je als uitslag? Dus jammer. Maar Johan heeft zijn best gedaan en onze collega's hebben gewonnen. En dat gun ik ze van harte. Dat meen je ook echt? Natuurlijk. Ja? Wat had je als uitslag? 2-2 had ik. 2-2. Ah, nou, poort, zat dat zeker toen die bal op die paal ging enzovoort. Ja, jammer. Wat hadden jullie ermee gedaan eigenlijk dan? Wij hadden de jeugd opzetten om daar weer een groeiende club van te maken. Vervelend voetballen zonder doel, hoor. Echt. Ja. Dat kan zo'n wedstrijd lang duren, hoor. Hey. Spelen ze nu zonder doelen? We hebben het in elkaar getimmerd. Okay. Ja, nou ja, sneu. Jammer. Maar goed dat jullie er zijn natuurlijk. Ja, maar ik dacht dat het voor de herbouw van die parenclub was. Nee, dat was in Heerenwaarde. Nee, maar daar hadden ze er ook één. Oh, ja, die is afgebrand. Ja, dat is waar. Waddenooien bedoel jij? Nee. Daar hebben ze er ook één. Ja. Dat is bij mij om de hoek. Ja, ja nee. Die vertel me wat. Ik parkeer toch altijd bij jou dan? Die ligt in de tuin, jij. Heel chic programma ook, dit. Oh, Gerard vindt het ordinair worden. Nee. Ja, ik hoorde het. Ja, nee, luister, ik vlieg alleen nog maar met ordinair. Dat is punt 1. Maar het gaat om het feit dat ik zeg tegen hem... het wordt weer lekker chic. Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat jullie nog een beetje bonje krijgen. Ook een beetje dat er gegooid wordt met bomen. Oh, maar dat lukt best, hoor. Ja. Daar hoef je niet bang voor te zijn. We gaan even kijken. De sfeer zit... Ja, toch? Ja, zat hij er maar eens in. Heerlijk. Ja. Nee, het is toch top, topavond, toch, of niet? Met jou? Had je vrouw niet weg? Nee. Anders... Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws. Download hem dus, de Veronica Insight app. Hij is er echt nu. Echt waar.